Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video bespreek ik mijn gelezen boeken van december met jullie. Ik heb in december 6 boeken gelezen en het zijn voornamelijk ook kerstboeken geweest. Omdat ik het wel leuk vond om dat soort boeken te gaan lezen, maar dan wel in de maand december uiteraard. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van december, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Niet zonder liefde. Is geschreven door Wendy Brokers en komt uit de Eindeloos reeks. En dit is deel 4. Dit boek gaat over Guusje. Guusje vindt haar ex-zwager eigenlijk irritant, onvolwassen, arrogant en onuitstaanbaar. En 5 jaar geleden hadden ze al wel een aantrekkingskracht. En die is er helaas nog steeds, maar ze wil deze gewoon negeren. Ze vindt namelijk dat Luc nooit materiaal voor een relatie zou zijn en dat houdt ze zich ook echt stevast voor. Daarbij wil ze zich ook absoluut niet voor de zoveelste keer laten kwetsen in haar leven. En daarom sluit ze zich eigenlijk af voor Luc. Luc leeft eigenlijk ook maar voor één ding en dat is muziek. Hij heeft dan ook één droom en dat om dit te realiseren kan hij zich eigenlijk ook niet laten afleiden door andere mensen en al helemaal niet door Guusje. Het blijkt dan toch wel onmogelijk om uit de buurt te blijven van elkaar, want ze komen elkaar toch steeds weer tegen. En hoewel ze elkaar in eerste instantie heel erg irritant vinden, ontstaat er op een gegeven moment toch wel een band tussen die twee. Het leven van Luc verandert dan alleen in een emotionele rollercoaster. En daardoor wordt hij gedwongen om te kijken wie hij is en waarvoor hij eigenlijk staat. En in deze moeilijke periode blijkt Guusje de enige redding die hij heeft, omdat hij haar dan toch gewoon heel erg hard nodig heeft. Maar hij weet eigenlijk ook niet of hij dit wel wil. Het is daarom ook wel weer een heel erg aftrekken aanstoten in dit boek. En het wordt voor beide partijen gewoon niet heel erg makkelijk gemaakt. Want aan de ene kant willen ze hun hart beschermen, maar aan de andere kant voelen ze ook wel dat ze dichtbij elkaar willen zijn. Of het uiteindelijk mogelijk is om een relatie te hebben met elkaar, dat zal ik in het midden laten. Ik vond het uiteindelijk wel een heel mooi boek. Ik moest alleen even wennen, want ik heb de eerdere boeken uit deze reeks dus al veel langer geleden gelezen, waardoor de personages voor mij niet helemaal helder meer waren. Maar toch ondanks dat vond ik het een mooi boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Alles draait om kerst en is geschreven door Iris Visser. Dit boek gaat over Holly Winters en zij is eigenlijk een echte workaholic. Al meerdere jaren stopt ze haar ziel en zaligheid in haar reactiewerk voor het televisieprogramma Alles draait om liefde. Het is eigenlijk een soort van all you need is love, daar kun je het mee vergelijken. Haar baas is dan eindelijk van plan om met pensioen te gaan en zij ziet het dan eigenlijk wel voor zich dat zij recht heeft op de promotie waar ze al jarenlang zo keihard voor werkt. Ze kan dan eindredacteur worden. Alleen dan krijgen ze een nieuwe collega en dit is Olivier Wolfs. En dit is de zoon van een grote mediamagnaat, John Wolfs. En die draait al een tijdje mee in de televisiewereld. Als Holly dan te horen krijgt dat deze Olivier ook wel oren heeft naar deze functie, ziet ze eigenlijk de kansen om haar promotie te krijgen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Uiteindelijk krijgen Holly en Olivier allebei 1 ultieme kans om te bewijzen dat zij de beste kandidaat voor deze rol zijn. De uitdaging is dan ook om een item te maken dat gekozen wordt voor de jaarlijkse terugkerende kerstuitzending. Holly is vastbesloten om haar concurrent te verslaan, want 1 ding is eigenlijk zeker, ze hebben eigenlijk niks met elkaar gemeen. Dat ze een grote afkeer voor elkaar voelen. Of de magie van kerst daar wat aan kan veranderen is dan de grote vraag.
Ze hebben beide echt wel goede ideeën voor een item. Alleen als dan ook nog eens op een avond dat ze beide aan het doorwerken zijn, de stroom uitvalt, hebben ze eigenlijk met elkaar best wel een goed gesprek en leert Olivier ook wel op een andere manier kennen. Alleen ze blijft hem gewoon arrogant vinden. En uiteindelijk blijkt dan dus ook dat de kandidaat die deze functie moet krijgen al vaststaat. En dit zet het hele verhaal toch wel op zijn kop, waardoor er eigenlijk een hele andere sfeer ontstaat. Of er uiteindelijk voor Holly ook nog liefde is weggelegd in dit boek, dat zal ik in het midden laten. Ik moest eerst wel even wennen aan dit boek, want ik kwam er echt zo boem gelijk in. Maar uiteindelijk vond ik het toch wel een mooi boek om te lezen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Een kalkoen, een kat en een kaassoufflé. Het is geschreven door Denise Meijer. Dit boek gaat over Astrid. Astrid heeft een zus en een broer en eigenlijk vieren ze traditioneel kerst bij haar ouders thuis. Dan krijgen ze onverwachts het bericht dat het kerstdiner dit jaar niet bij haar ouders thuis kan vinden, want hun keuken wordt verbouwd en ja, daardoor zal het er dit jaar anders uitzien. Astrid besluit dan ook maar om voor te stellen om het dit jaar bij haar thuis te vieren. Alleen ze is best wel strak met planningen. Ze heeft graag een opgeruimd huis, ze werkt hard voor haar baas. Ze heeft ook weinig nodig eigenlijk om gelukkig te zijn. Ze heeft een kat die Milka heet en neemt daar nog een lekkere geurkaars bij en zij is al snel tevreden. Alleen als dan rond de feestdagen overal de plaatjes van de perfecte gezinnen en nieuwe geliefden voorbij komen, begint ze daar toch een beetje aan te twijfelen. Omdat ze in haar eentje wel heel gelukkig is, maar ze mist dan toch wel het stukje wat zij zelf niet heeft, zeg maar. Ze troost zich dan ook wel met de gedachte dat ze ook eigenlijk geen tijd heeft voor liefde. Alleen haar broer die woont anti-kraak en die heeft op dat moment een woning nodig. En ze zegt dan ook tegen hem, oké, omdat ik zo hard werk en als jij dan wat vaker op Milka kunt passen, want ze vindt het heel zielig dat haar kat zo vaak alleen is, kun je wel een tijdje bij mij logeren. Nou, hij neemt deze dit aanbod heel graag aan en hij gaat zelfs hardlopen met de buurman, waar Astrid echt geen goede band mee heeft, want die heeft al een paar keer flink lopen kloppen als Milka te hard deed of als het er te hard aan toe ging bij haar in huis. Dus er zit niet echt een lekkere band tussen hun twee. Ze besluit dan ook om de avond van het kerstdiner tot in de puntjes eigenlijk voor te bereiden. Alleen omdat zij zo druk is met werk, blijken er nog wat ingrediënten te ontbreken en ze vraagt of haar broer deze wil gaan halen en hij wil heel graag wel wat bijdragen, dus hij gaat voor haar naar de supermarkt. Er is ook afgesproken dat iedereen iets van eten gaat maken. De een doet het toetje, de ander het hoofdgerecht en de ander weer het voorgerecht. En dan is er nog iemand die de boel moet opruimen. Zo hebben ze de rollen maar verdeeld. Als haar broer dan ook nog eens met de niet juiste producten thuiskomt, besluit ze toch om zelf nog maar eens naar de winkel te gaan. Dat vindt ze ook een heel gedoe, want het is een beetje last minute en iedereen is nog boodschappen aan het doen. Ze wordt er eigenlijk helemaal niet zo blij van. Ze heeft dan ook eigenlijk bedacht dat het haar wel leuk lijkt om een katje erbij te nemen voor haar kattenvriendjes, omdat zij zo hard werkt dat hij niet altijd alleen zal zijn, want haar broer zal op een gegeven moment ook uit huis gaan. Haar familie is hier echter eigenlijk niet zo heel positief over en probeert dit eigenlijk een beetje uit haar hoofd te praten. Want ze zijn bang dat het niet zo goed gaat met Astrid. Uiteindelijk komt er ook wel tot zijn recht waardoor de familie denkt dat het met Astrid niet goed gaat. En krijgen ze zelfs een ongenode gast aan tafel tijdens het kerstdiner, wat niet verwacht was. En uiteindelijk zit er zelfs voor Astrid nog wel liefde in dit verhaal.
Ik vond het zelf een heel leuk boek. Ik heb er wel van genoten. Ik word een beetje, krijg het soms een beetje benauwd van de stress die die personages kunnen voelen voor de kerst. Maar ja, uiteindelijk vond ik het wel een heel erg leuk boek. Dus ja, dat er gebeurt natuurlijk nog veel meer, maar dit vond ik eigenlijk eventjes de hoogtepunten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Kerstgeluk. En het is geschreven door Saskia Oudshoorn. Het is eigenlijk een vervolg op een eerdere reeks. En het is wel leuk dat hij eigenlijk zo nog met een kerstverhaal eindigt. De laatste drukke maanden van dit jaar zijn aangebroken. En Sjoerd en Laurens hebben inmiddels het restaurant wat eigenlijk heel erg goed en prima verloopt. En ze hebben dan ook alles in gereedheid gebracht om het jaar goed af te kunnen sluiten. Met een aantal kerstdiners. Jacob Nienhuis komt dan eigenlijk met het idee om een kerstmarkt te organiseren in de straat. Want dat deden ze vroeger altijd. En eigenlijk vinden ze dat allemaal een superleuk idee. Maar ze zitten ook een beetje met de handen in het haar. Want hoe moeten ze dit allemaal gaan organiseren? De vrienden gaan uiteindelijk wel heel erg enthousiast aan de slag en ze regelen dan ook nog eens een diner met iedereen erbij. Als klap op de vuurpijl komt François dan ook nog eens met een voorstel voor Kate's zus. En dat plan is echt ja, heel erg leuk, maar... Kate weet niet helemaal of haar zus er heel erg blij mee zou gaan zijn. Ze hoopt natuurlijk van wel, maar ze durft er eigenlijk geen antwoord op te geven. Uiteindelijk gebeurden rond dat plan nog best wel wat dingen die niet helemaal lekker lopen. Ik zal ook niet vertellen wat het plan is, wat hij wil gaan doen. Maar Chloe heeft, de zus is van Kate, heeft toch wel wat twijfels over haar relatie met François. Omdat haar schoonmoeder nou niet de leukste vrouw is. Ze heeft het gevoel dat ze niet heel erg welkom is. En dat maakt haar toch wat onzeker. Omdat die twee toch wel echt vier handen op één buik zijn. Verder wordt ook de vriendin van Jacob, Nienhuis... nog ziek, die krijgt een nare diagnose, waardoor iedereen eigenlijk een beetje van slag is. Maar eigenlijk had ze hier niks over willen zeggen om het kerstdiner niet te verpesten. Liv en Mathieu krijgen leuk nieuws, waar ze heel erg blij mee zijn. Al durft ze dit niet gelijk te delen met Kate, omdat ze weet dat dit een heel gevoelig onderwerp is. Ook al weet ze wel dat haar vriendin heel erg blij voor haar zal zijn. Ze vindt het moeilijk om dit te delen en toch wil ze het eigenlijk wel heel graag. Als Kate uiteindelijk dan ook nog eens heel erg leuk nieuws deelt, is het jaar helemaal compleet en kunnen ze het met een heel mooi, knallend succes afsluiten. Dit waren eigenlijk de hoogtepunten van dit boek. Er gebeurt uiteraard nog veel meer. Ik ga dat uiteraard niet verklappen. Ik vond het echt een heel erg leuk boek om te lezen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Niemand mag met kerst alleen zijn. En is geschreven door Marloes Berghegen. Dit boek gaat over Josien. Josien houdt normaal heel erg van kerst. En net nu ze terug is gekomen met alle kerstspullen... dropt haar vriend de bom dat de relatie over is en dat hij het niet meer ziet zitten. Ze kan dit eigenlijk helemaal niet verkroppen. En hoewel ze normaal altijd kerst heel groot viert met haar familie, besluit ze dus om kerst dit jaar een keertje over te slaan. Iedereen is hier eigenlijk heel erg verbaasd over, want hoe kan een kerstholic als Josien deze kerst nou ineens overslaan? Ze vragen zich dan ook af of ze niet na de kerst kan beginnen met haar solo retreat. Maar nee, Josien is vastbesloten. Ze wil bewijzen dat ze kerst prima alleen kan doorbrengen, helemaal omdat haar ex ook nog eventjes heeft gezegd dat haar dat niet gaat lukken. Dit is dan wel ook wat ze nodig heeft om haar nieuwe leven als slick single op koers naar succes te zetten. En ja, ze besluit dan ook om voor haarzelf te gaan koken en zichzelf toch wat leuk aan te kleden.
dat koken, dat gaat uiteindelijk mis. Waardoor ze dus toch maar kiest om uiteindelijk een pizza te bestellen. Alleen ze wordt telkens gestoord deze kerst. Mensen vinden haar toch zielig dat ze met kerst alleen is. Dus ze zeggen dan van dat ze beter ook wel bij andere mensen mag komen. Maar dat wil ze gewoon niet. Ze krijgt een heel gesprek met de bezorger van de pizza waar ze niet op zit te wachten. Dan komt er nog een kerstkor bij haar aan de deur waar ze helemaal geen zin in heeft. En zo loopt het allemaal niet erg vlekkeloos. Als ze dan ook nog eens een jongen ziet die ze niet eerder heeft gezien, besluit ze die te bespieden, maar hij heeft dat uiteindelijk gezien. Hij heeft zelfs conversatie met een buurmeisje die altijd alleen buiten loopt en ze is verbaasd hoe de levens van anderen er eigenlijk uitzien. Als klap op de vuurpijl besluit dan ook nog eens om de familie, omdat ze niet bij haar familie wil komen, naar haar toe te komen. Nou, hier is ze natuurlijk helemaal niet blij mee, want haar hele huis staat vol met familie, wat ze allemaal helemaal niet kan bergen, dus ze wordt er echt totaal niet blij van. Het is dan ook de grote frustratie van Josien dat haar kerst compleet lijkt te mislukken. Maar of dat dan uiteindelijk ook zo is, dat is eigenlijk de grote vraag. Want er zijn nog wel een paar leuke wendingen in dit boek. Daar was ik op zich wel heel erg verrast door. Ik vond het op zich wel een heel leuk boek om te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Langs de Kerst Ooit en is geschreven door Lisette Jonkman. Dit boek gaat over Noël. Noël is gek op kerst en ze wordt dan ook op kerst stevast wakker met het nummer We're Good at It Be Christmas Every Day. Ze is ook nog eens jarig op eerste kerstdag en ze voelt gewoon dat het fantastisch wordt, want ze heeft alles wat in de puntjes geregeld. Organiseert ieder jaar op eerste kerstdag een diner voor een select groep vrienden en familie om tevens ook haar verjaardag te vieren. En stevast valt ze eigenlijk op kerstavond ook nog eens in slaap met de wens dat het elke dag kerst zou kunnen zijn. Alleen deze kerst gaat alles echt letterlijk fout, maar dan ook echt alles. Haar dure kristallen glazen die sneuvelen. De stroom valt uit, een servet vliegt in de fik. De vliezen van haar hoogzwangere zus die breken ook nog eens. En tijdens het hoofdgerecht halen haar ouders ook nog eens herinneringen op aan Noëlle's ex, waar ze absoluut niet aan herinnerd wil worden. Als overmaat van ramp neemt haar broer ook nog eens een extra gast mee. Daar is ze niet op berekend, want ze komt dus spullen tekort. Haar broer had überhaupt gezegd dat hij niet zou komen, want hij zat in Australië, maar hij is dus toch voor kerst overgekomen. Ze is dan ook eigenlijk blij dat deze rampkerst voorbij is en als ze dan in slaap valt, wordt ze weer wakker op kerstdag. Dus het is weer eerste kerstdag nadat ze geslapen heeft. Nou, ze besluit dan om de boel helemaal anders aan te pakken, al weet zij inmiddels dus al wat er gaat gebeuren. Weer verlopen de dingen niet vlekkeloos, ze gaat weer slapen en weer is het eerste kerstdag. Nou, dit gaat echt letterlijk 7 keer zo door. Elke keer, je weet op een gegeven moment als je dit boek aan het lezen bent, je weet precies wat de personages gaan zeggen, je weet precies wat er gaat gebeuren. En dat begon mij te irriteren in dit boek. Ik vond het heel vervelend dat het op een gegeven moment gewoon elke keer terugkwam. Hoewel ze er nog een andere draai aan probeerde te geven, zelfs op een gegeven moment laat ze haar planning helemaal los. En mensen zijn helemaal verbaasd dat het niet gaat zoals ze gewend zijn. Want Noël is degene die van kerst houdt en die ervoor zorgt dat alles zo verloopt. Maar het begon me echt letterlijk te irriteren. Ik heb hem wel uitgelezen, maar ik zou het niet aanraden, dit boek. Want ja, of je moet het echt heel leuk vinden. Maar ik vond het echt een irritatiegehalte dat het elke keer weer kerst was. En dat het dan 7 keer zo doorgaat. Uiteindelijk krijgt het dan nog wel een leuke wending.
ja, die je ergens al wel een beetje had kunnen zien aankomen, waardoor het toch wat anders gaat. Maar ik begon het echt heel erg vervelend te vinden en daarom vind ik het geen aanrader. Dan waren dit mijn gelezen boeken van december. Van de meeste boeken heb ik eigenlijk wel genoten. Op het laatste boek na, daar begon het me aan te irriteren. Maar dat heb ik je inderdaad duidelijk verteld. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt. Ik zou het wel leuk vinden om een van deze boeken te lezen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!